Ja. Eerlijk mag ik zeggen, geen flauw idee, maar ik heeft het te maken met mensen helpen. Ja, dus mensen die dus in moeilijkheden zitten met spraak en dergelijke, dacht ik. Kunt u dat nogmaals herhalen? Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik zou het niet weten. Oh, gutjes. Ik zou het niet weten. Nee. Nooit van gehoord. Ik heb geen idee. Ja, ik weet niet. Het zal iets met opvoeding te maken hebben. En, ik denk dat je gewoon het beste voor je kind wil. Maar... Ja, denk het wel. Als het goed is, ja, wel. Dat zou wel moeten. Ja, zal wel vanzelfsprekend moeten zijn. Ik vind het een hele goede zaak, ja. Ja, ik vind dat de mensen veel meer naar elkaar toe moeten komen. En veel meer voor elkaar respect hebben en in zijn waarde laten. Ze gaat sowieso naar het kinderdagverblijf en dat vindt ze ook super leuk, want ze vindt die andere kindjes heel erg leuk om mee samen te spelen en naar te kijken en zo. En we hebben natuurlijk de buren om ons heen en die vinden haar ook helemaal super. Die zijn zelf opa en oma en die vinden het ook heel leuk om haar te zien. En onze ouders passen op. De oude lui, hè? Daar is het, daar zit het probleem, hè? Ja, daar zit het probleem. Kijk, als de oude lui met jonge kinderen wij spreken in de stad lopen, die gooien daar een... wat vuil of zo, dan moet ik ze dus op aanspreken. En tegenwoordig, oude lui die hebben tegenwoordig geen tijd of geen aandacht eraan. En daarvoor gaat ook de hele maatschappij, die gaat schoeten ze aan achteruit. Een beetje meer luisteren naar de ouderen ook. Want dat is dikwijls wel heel nodig, hè? Nee, ik zou niet met anderen opvoeden. Wel familie, dat vind ik wel anders, maar nee, ik houd binnen mijn familie. Leraren van de basisschool en buren dan niet zo. Maar ja, vroeger ook. Dan werd je gewoon opgevangen als je moeder of vader even niet thuis was. Dan ging je gewoon naar de buurvrouw toe. Ja, mijn moeder die staat altijd voor me klaar, dus ja, daar heb ik de buurt niet echt voor nodig. Nee. Nou, als je daar zo omheen kijkt hoe dat de jeugd tegenwoordig opgevoed wordt, dat is niet netjes, nee. Het is en het blijft toch jouw kind, wat ze ook doen. Dan vind ik ook dat je toch wel een oplossing moet zoeken als ouders. Of samen eruit moet komen.